Dat is regulier controle. Ik had gemerkt dat de controle of reguliere controle dat vroeger gebeurde, jaren eigenlijk op zich heeft laten zitten. Heb ik afgestemd met de GDK en het bestuursdienst hier dat we dat zouden oppakken omdat er vele klachten waren, gebruik van alcohol voor supermarkten en het te laat open zijn van supermarkten waar er alcohol werd gebruikt en eventueel verlopen vergunning. Het niet hebben van gedestilleerd vergunning. Dus we hebben de draad weer opgepakt, volgens mij, ik weet niet na hoeveel tijd, dat we nu met de politie, het bestuursdienst en BOG nu de winkelcontrole reguleren. Wekelijks minstens 1 tot 2 keer per week. We gaan alle winkels aan doen. En uit de evaluatie blijkt dat we nogal winkels hadden, een paar, als ik zo mag noemen, die met een verlopen vergunning hadden, vergunningen waren vervallen, anderen hadden geen gedestilleerd. Dus die zaken worden rechtgetrokken. Als je geen gedestilleerd vergunning hebt, dan moet je alles met de schappen verwijderen. En totdat je nou een vergunning hebt ingediend. Natuurlijk nadat je alle verplichtingen jegens belastingen heeft voltooid.